Bij patellaluxatie is er sprake van een te losse knieschijf. Dit is een veel voorkomende oorzaak van mankheid bij de hond, maar ook bij de kat. Bij het buigen en strekken van de achterpoot met patellaluxatie schiet de knieschijf uit de gul waar hij normaal hoort in te zitten. Bij dieren met patellaluxatie lijkt het tijdens het lopen soms alsof de knie op slot schiet, afgewisseld met normaal lopen. De hond of kat gaat dan hinkelen of mank lopen. Vaak begint dit al op jonge leeftijd en we zien dat sommige honden- en kattenrassen gevoeliger zijn dan andere rassen. Bij de helft van de dieren zit deze aandoening in beide knieën. Tijdens het onderzoek stellen we vast of de knieschijf uit de gul kan en kunnen we ook een inschatting maken van de ernst van de te losse knieschijf. Zonder behandeling wordt deze aandoening helaas altijd erger, omdat de knie slijt en steeds meer beschadigd. Gelukkig zijn er meerdere operaties mogelijk om ervoor te zorgen dat uw hond of kat weer zonder pijn kan lopen. Bij sommige dieren is het verplicht of aangeraden om de knieschijf te laten onderzoeken alvorens u met de hond of kat kunt fokken. Een dergelijke keuring kunt u bij ons zonder verwijzing laten maken.